Maar er zijn ook steeds meer mensen zonder boerenafkomst die ondanks deze enorme problemen hun geluk op het platteland zoeken. Jelle is daar een goed voorbeeld van. Ik ken hem nog als cameraman. Voor het programma Het Klokhuis zijn we samen veel op pad geweest. Na 25 jaar tv was het genoeg voor Jelle. En wilde hij alsnog zijn jongensdroom verwezenlijken. Boer worden. En dat is gelukt. Sinds 3 jaar heeft hij zijn eigen kudde Lakenvelders. Een oud-Hollands koeienras die hij houdt voor het vlees. Jelle woont samen met Evelien in een prachtige boerderij. Je woont gewoon in je eigen boerderij. Ja, we hebben gewoon ongelooflijk mazzel gehad. Dat wij hier in de buurt kwamen en heel toevallig een aardige boer tegenkwamen. Wat nog steeds een beetje mijn steun en toeverlaat is ook. Hemse Averink. Nou, ik woonde in het westen. En dat vond ik op zich wel leuk toen ik heel jong was. Maar daar had ik wel heel gauw tabak van al. Op een gegeven moment zei ik, jongens, ik vind het goed, ik ga koeien kopen. En toen ben ik naar Hemse gegaan en zei, Hemse, zeg die mee. Jelle, zou je dat nou wel doen? Ik zei, ja, ik ga het doen. Nou, toen heb ik 2 koeien opgekocht. Sliepen daar 2 koeien in de wei. En toen werd het 4 en toen werd het 8. En als er nu iemand is die zegt, oh, die Jelle, ja, oh, is dat nou wel een boer? Hij zegt, oh, wat nou, hij doet me wel. Hij begon met niks, hij heeft er al 28. En weet je, en wij hebben... En daar hecht jij veel waarde aan. Ja. Dat een echte boer jou een echte boer vindt. Ja. Ja, 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 dat je bent, want dat moest hij best natuurlijk een beetje bewijzen. Je bent een beetje zo'n cameraman die een beetje met koeien begint te prutsen. Dan ben je een nepboer. Maar hij, eigenlijk was hij een cameraman die de hele tijd zei, maar eigenlijk ben ik boer. Ja. Hij heeft ook een hele mooie foto van dat jij nog een hele jonge cameraman was. Ja, ik weet wel dat jij dat altijd zei. Ja, hè, toch? Ja, ja. Maar eigenlijk ben ik boer. Maar, ja. Oh, ja, ja, ja. Maar toen kenden wij elkaar. Jij paste ook eigenlijk toen al helemaal niet tussen al die stadse fratsen. Nou, maar wij hebben wel samen die boerderijverhuizing gedaan. Ja. Tot mestpomp, igelhutjes, kalverhuksen. Als een boerengezin moet verhuizen, dan moet er wel heel veel mee. 20 jaar geleden verhuisde het boerenbedrijf van mijn familie van Brabant naar Groningen. We maakten daar toen een reportage van en de cameraman was Jelle. Nou is het hartstikke slecht weer. Dan zou je zeggen, waarom doen ze dat niet gewoon in etappes? Nee, alles moet op 1 dag gebeuren. Die koeien worden 's ochtends en 's avonds gemolken en ertussenin moet alles gebeuren. Dus ook als het regent. Ja, dat is jammer. Het is gewoon 2 weken mooi weer. Supertje zeker. Ja, deze zeker. Ja. Dat zijn ze. Je vrienden. Mijn vriendinnen. Ja, dit zijn mijn 28 meisjes. Hier doe ik het voor. Ja, weet je, ik vind dat zo. Dat is echt het allermooiste. Als ik hier 's morgens de wei in loop, ik denk, ik heb nu gewoon 28 eigen koeien, weet je wel. Hey, Otje. Hebben ze allemaal een naam? Ja, Otje is te vroeg geboren, is een beetje klein. Dus die heet Otje. En dat is Elsje. En Elsje die krijgt als eerste een kalf straks. Dat kun je wel zien. Kijk, zij heeft... Hé, Els. Zij heeft al een beetje een stijf uiertje. En daar heb je Ida. Ken je Ida? Ja, het is allemaal wel leuk dat je ze allemaal namen geeft. Ja. Maar uiteindelijk eet je ze allemaal op. Dus het wordt alleen maar erger. Want dan denk je, oh, Otje wordt vandaag geslacht en Mathilda gaat weg. Nee, maar zo is het niet helemaal. Kijk, ik heb die Lakenvelders. Ja, ik ben begonnen met Laken. Ik wil de boer worden. Een boerderij is met levende beesten, is heel mooi, is knuffelbaar, is leuk. En aan de andere kant is het ook gewoon een bedrijf, weet je. Ik wil niet een knuffelboer worden. Of iemand die alleen maar heel... Weet je, ik ben gewoon ook boer. Ik moet ook leven. En om de zaak draaiende te kunnen halen, valt er af en toe een koetje af. En dat vind ik soms ook heel taai, hoor. Echt.